Welkom terug bij een nieuwe video van Forza Horizon 5. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van auto's van YouTubers. En in het verleden deden we altijd meerdere auto's per video. Vandaag doen we er eentje. En de reden is, volgens mij heb ik iedereen behandeld, behalve natuurlijk de nieuwe auto van Roy. En dat is de McLaren 720S. Dus mocht je dit kijken, Roy, van harte gefeliciteerd. Super sicke bak. En die gaan wij vandaag behandelen in de game. Mocht jullie verder nog wat andere YouTubers kennen die misschien een nieuwe auto hebben, laat het achter in de comments. Volgens mij heb ik iedereen al wel behandeld. En stap 1 is dus het aanschaffen van die auto. Volgens mij heb ik hem nog niet. Ik kan even snel kijken. Maar ik weet vrij zeker dat ik hem nog niet had. Dus ik moet hem even aanschaffen. Nee. Nee. Kijk, hij staat er niet bij. Dus we gaan eens even naar de dealership. Gaan we eens eventjes kijken. En gaan we aanschaffen. Let's go. Hier zijn we dan. Horizon Festival Mexico. Kijk. En ik moet trouwens zeggen, die GTR is ook niet traag. Dat ding is standaard. En ik kreeg toch 2,250. Valt niet tegen. 27S. We gaan eens even kijken. We kunnen hem tweedehands halen. Wij kopen hem gewoon gloedje nieuw. We kunnen ook gelijk die kleur aanpassen. Want hij heeft hem in het geel. En volgens mij ook standaard velgen. Dus die kan ik er ook allemaal tussen vinden. Dus even kijken. McLaren. En dan deze. Dit is de Spider trouwens. Is er geen gewone? Ik zou zweren dat de gewone in Horizon 4 zat. Misschien ben ik gek. Laat me achter in de comments. Maar ja, dan gaan we dus over op de Spider. Ook prima. Ik bestel hem al even in deze kleur. Maar ik weiger te geloven dat hij van hem deze kleur geel heeft. Dus we veranderen hem zo meteen nog. Maar dat kan ik nou niet doen. Dus we gaan voor dit. $340.000. Een hoop geld. En dan heb ik ook niet langer meer 20 miljoen. Dus dat is best wel sad. Een momentje stilte voor mijn bankrekening. Het is wel echt een hele vette bak hoor. Ik zeg je eerlijk. Het is een van de mooiste moderne sportauto's, denk ik, qua vorm en zo. Puur qua looks. Ik bedoel, kijk die voorkant. Kijk die koplampen en dan die deuren. I mean, come on, dude. Daar kan je niet fout meer aan. Dat is zo dik. We gaan eerst eens eventjes aan de slag met de kleuren. En wat ik meestal doe, is ik pak dit. En dit pas ik aan. Want dan krijg je veel mooiere kleuren. Dus we gaan voor geel. En je zal zo meteen het eindresultaat al zien. Je zal misschien nou denken, wat ben je er allemaal aan doen? Wacht maar gewoon. En je ziet het zo meteen wel. Ik moet toegeven, geel is een lastige kleur, man. Het probleem met geel is dat het gelijk een beetje op oranje lijkt. Volgens mij is dit beter dan dat het was. Ik kan even kijken. Dus dit is wat ik heb en dit is wat het was. Ja, dit is wel meer geel. Dit is wel beter. Alright. De volgende stap zijn de velgen. Kijk, dit is hem dan. En ik zeg je, hij is sexy hoor. We hebben hem dus zwarte velgen gegeven. Ook nog gele calipers. En nogmaals, ik ben niet helemaal tevreden met de kleur zelf. Ik heb het idee dat hij niet volledig matcht, maar close enough. Nogmaals, het is de verkeerde auto. Het is een Spider, niet de gewone. Maar volgens mij zit de gewone niet in de game. En we gaan eens even racen. Ik weet niet precies wat voor race we gaan doen. Ik rijd nou maar gewoon een kant op. En trouwens, ik weet niet of jullie dat ook zien. Ik heb het idee dat mijn kleur een beetje een groene gloed heeft. Dat hoort niet. Misschien dat het lijkt. Nogmaals, geel is een lastige kleur. Het wordt of heel snel oranje of heel snel groen, vind ik. Maar, nou ja. Close enough. We kunnen ook nog cockpit. Dan krijg je dit. Super dik. En we gaan eens even vlammen. We hebben hier gelijk een race. Volgens mij is dat is een off-road race. Dat zullen we maar niet doen. We gaan iets anders zoeken. Ik ga gewoon naar de eerste, de beste race die we vinden. Wat gewoon een normale street race is. Of over een street race gesproken. Er zit er eentje recht voor mijn neus. Hatseflats. Oh god. Ik had misschien wat andere remmen moeten nemen. Kijk die streep op de weg, jezus. Ik kan als het goed is dat dak trouwens open doen, hè. Kijk. Ik ben geen fan van de Spider. Ik vind de gewone echt mooier. Maar we kunnen het dakje even open doen. Voor nu. Eigenlijk moet ik hem gelijk weer dicht doen trouwens. Want nou lijkt hij nog minder op de auto van Roy. We gaan beginnen. Kijk. We zijn niet de enige McLaren. Er staat er eentje voor ons. Ik weet niet precies wat voor een dat is. Is dat een 570? Ik ken al die modellen wel. Ik weet niet hoe ze heet. Je hebt die 650, maar dat is het niet. Volgens mij is dat een 570. I don't know. Anyways. We gaan eens even kijken of we kunnen winnen. We hebben een redelijk oké start. Ik vlieg hier toch iedereen al voorbij. Dat is natuurlijk wel een ding. Dit ding is snel. Dit is een snelle auto. Alleen het gevaar is dat ik mijn tractie heb uitgezet. Dus dan wordt hij een beetje sketchy. Want dan is hij achterwiel aangedreven. Hij is sowieso achterwiel aangedreven, maar want dan slipt hij meer. Maar we rijden toch al vierde. Nou al, dat is niet verkeerd.
Er rijdt ook een elf aan mee. Dat ding is zo sick. Ik ben er wel van overtuigd dat we die moeten kunnen verslaan. Deze auto is sowieso een stuk beter. Als ik niet allemaal aan het slippen ben hier. Staat die 27 eigenlijk voor het aantal pk's? Ik heb geen idee. Volgens mij wel. I don't know. Maar ja, we gaan zometeen sowieso nog een andere race doen. Ik wil er eentje doen overdag. Dan kunnen we de auto mooi bekijken. Want nu zien we eigenlijk vooral niks. Al heeft het ook al wat zo. Met die mooie sterrenhemel. Dat is wel gaaf. Oh, we gaan de jungle in. Of in ieder geval, is dit jungle? Volgens mij is hier wel ergens een jungle in de buurt. En we gaan nou deze Maserati voorbij. Ja, ja, ja. Kijk. Kijk, 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 kijk. En, oh, shit. Dit ding is echt super sketch zonder tractiecontrole, dude. Oh, mijn god. Dit ding is echt een gevaar op de weg. Of ik ben een gevaar op de weg. Dat kan ook. Dit ding is niet echt... Ik zal zo meteen tractie even aanzetten. Dan kun je zien hoeveel beter dat is, jongen. Dan kun je gewoon die bochten normaal nemen. Nou slip ik elke bocht weg. Ik geloof ook niet dat we deze race gaan winnen. Tractie uitzetten kan best leuk zijn. Maar als je auto's hebt die echt te veel pk hebben en achter de laag gedreven zijn... dan is dat eigenlijk ja, niet verstandig. En misschien kan ik hem hier nog voorbij komen. We zijn ongelooflijk... Ah, nee! No! No! No, 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 nee! Oh, ik had hem voorbij kunnen komen als die auto dan niet reed, jongen. Die auto naaide mij. Hier zijn we... Auw! Ben je dat? Dude! Hier zijn we weer. En ik zeg je eerlijk, jongen. Ik vind geel echt nice. Heb je het misschien wel gezien in de eerdere video's? Ik heb best wel veel auto's geel. Ik weet niet wat het is. Geel is nice. Vooral als je dat combineert met carbon fiber. Hell yeah. Maar we gaan eens op zoek naar een andere race. We hebben hier iets, maar dat is... Dit is een cross country, zullen we dat maar niet doen. Patsboom. Dat scheelt echt dag en nacht, jongen. Dat scheelt echt dag en nacht. Ik kan je garanderen dat ik deze race ga winnen. Want het is nou plots een stuk makkelijker geworden. Het voordeel is ook... Dit is gewoon een race waarbij er geen verkeer is. Dus ik kan niet crashen op letterlijk die auto. Volgens mij was dat letterlijk de auto waar ik net op reed. Deze. Shame on you. Jongens. Wat is dit? Ik wilde een race doen. Mooi overdag met het zonnetje. En we krijgen dit. Een zombie apocalypse. Dude, die mist, maat. Dat is wel creepy. Het heeft wel een vibe. Het is wel vet. Ik denk niet dat ik eerder een race heb gereden in de mist. Dus dat is wel bijzonder. En, oeh, ik kom ze hier toch nog allemaal wel voorbij. Het is wel vet. Het heeft een vibe. I like it. Ik denk dat wij wel een goede kans maken. Dit is sowieso een van de betere auto's die meerijdt. En we hebben nou de tractiecontrole, dus we kunnen wat beter door die bocht heen. En die hebben we hier een hoop, want dit is in de bergen. Of in de bergen. Een soort van, I guess. Kijk ook hoe kort ze hier allemaal bij elkaar rijden. Een paar goede acties en er komen er gelijk vier voorbij. Al weet ik niet of wij nummer 1 nog gaan vinden, want die rijdt echt alweer in zijn uppie. Kijk, al kunnen we maar tweede worden. Dan is er een steile lijn zichtbaar. Au. Van derde naar tweede en dan de laatste race doen we eerste. Lijkt me een goed idee. Oh, scherpe bocht. En hier heb je nog een Audi R8'je. Op zich wel grappig. Een knipoogje naar het verleden. Die heeft Roy natuurlijk ook gehad. En kom ik jou nog even bij. Had ze flat. We rijden derde. We hebben hier een GTR. Dat lijkt op een Nismo. Maar volgens mij zit een Nismo niet in deze game. Dus ik denk dat dit een neppert is. Ik kan het als het goed is zien aan de spoiler. Maar ik moet iets dichterbij zien te komen. Volgens mij is dat niet de juiste spoiler. Kan ik het zien? We lopen wel in, jongen. We gaan hem sowieso nog voorbij komen. In deze laatste bocht hier. Oh, ik miste bijna de checkpoint. Dat scheelde weinig. Ik heb de spoiler niet kunnen zien, maar we zijn alsnog tweede geworden. Hé, weet je, het ding is... Deze races zijn kort, oké? Okay? Ik start achteraan. Het feit dat ik nog tweede finish is oké, oké? Oké, nice. Weet je wat ik denk? Ik denk dat we even de wheelspin moeten openen. Voor goed geluk. We moeten die laatste race winnen. Hoe dan ook. En ik heb een gewone wheelspin. Weet je wat we doen? We pakken een super wheelspin voor superveel geluk. Come on. Gaan wij de volgende race winnen? Eenmaal, andermaal. Nee. Dit is drie keer niks, dude. What the... Ik moet alsnog op zoek naar een volgende race. En hopelijk eentje die dus wel overdag is. En dat gaat zijn... Eenmaal, andermaal. Daro. Perfecto. Ik heb geen idee of race het is. We gaan erheen. We gaan hem starten.
En hopelijk gaan we nu wel winnen. Nogmaals, we zijn van derde naar tweede. Volgende stap is eerste. Kijk, dit is wat we willen zien, hè. Een mooi zonnig dagje. Ik zou bijna mijn dakje open doen. En ik word gelijk ingehaald door een BMW i8. De disrespect. Verschrikkelijk lelijke auto. En om hem nog lelijker te maken, een verschrikkelijk lelijke spoiler erop. Ik heb het daar eerder ooit over gehad. We moeten dat echt strafbaar maken. Ik wil echt een petitie starten om dat strafbaar te maken. Als jullie het ermee eens zijn, dan gaan we het misschien doen. Dat soort spoilers moeten verboden worden. We zitten al op een kwart van de race. Dit is een hele korte baan. Echt een hele... We zitten op... Dude, dit is echt veel te kort. Ik heb het er net ook al over gehad. Je hebt zo weinig tijd om van laatste naar eerste te komen. De enige manier om dat te doen is echt om een perfecte ronde te rijden. En tot dusverre is dat nog niet gebleken. Daar heb je weer zo'n verschrikkelijke spoiler. En voor ons ook nog eentje. Maat. Echt waar. We moeten er iets aan doen. We kunnen de wereld een betere plek maken. Door die dingen te verbieden. Kijk. Oh, kan ik hem hier nog voorbij? Come on, yes! Ga je toch al vierde nou? Dit is op zich oké. De comeback. De comeback. Ze rijden ook allemaal lekker dicht bij elkaar. Daar ben ik heel blij mee. Want wat je vaak ziet is als de nummer 1 in zijn uppie vooraan rijdt, dan kan je alleen maar blijven uitlopen. En dat is nou niet het geval. Oh, we komen er hier nou eentje voorbij. Nee, aan de kanten met je Audi. Come on. Come on. Gassen, gassen, gassen. Eenmaal. Andermaal. De GTR. Oh, dat bochtje was lekker, maat. Ik kan niet verwachten dat ik daarin kon sturen. Hij vliegt van de baan. Oh, hier is de finish, baby. Let's go. Toch nog een winnetje te pakken. Zoals ik al zei, we gaan van derde naar tweede naar eerste. Hatseflat. Easy. Met onze prachtig mooie McLaren 720S. Dat was een mooie race. Hoe lang was deze race trouwens? 2 minuten of zo? Dat was 2,5 minuut. Dus je hebt 2,5 minuten tijd om van laatste naar eerste te komen. Dat is nogmaals best wel pittig. We zijn level up, dus we hebben weer een wheelspin. Die gaan we even openen en dan gaan we de video beëindigen. Dus mochten jullie nog wat YouTubers weten die toevallig wat toffe nieuwe auto's hebben, laat ze achter in de comments. Dan krijg je $2000. Dude, kom maar, dat is... Drop alsjeblieft een like, help mij. En dit is gewoon triest. We gaan het hier weer belaten. Dus hopelijk hebben jullie genoten van deze nieuwe video over Forza Horizon 5. En vond je hem dus leuk, drop een like, abonneer voor meer, klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe!